Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het kabinet springt van ijsschots op ijsschots om te kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden. Maar in plaats van dat problemen opgelost worden, komen er constant halve oplossingen en steeds minder visie. Voor het eerst dat ik hier in de Kamer sta, ligt er een begroting zonder dekking. Er ligt een wetsvoorstel zonder wetsvoorstel. En voorzitter, ik zeg het maar, omdat je op deze manier uitvoeringschaos creëert. Als je niet aangeeft wie straks gebruik kunnen maken van het energieplafond, als je dat niet hier rustig een paar weken kunt bediscussiëren in hoorzittingen of met experts om te kijken of je iets vergeten bent of het wel werkt. Maar als je het zegt van ja, we hebben nu zoveel haast, we gaan het implementeren, dan gaat het mis. Dat hebben we constant gezien. En de hele zomer heeft het kabinet de tijd gehad, want vlak voor de zomer zei iedereen, doe wat. En er werden hier wel 10 opties op tafel gegooid. En pas het weekend voor Prinsjesdag is men begonnen. Waarom, vraag ik. Waarom zo laat? Want ik voorspel u, over 2 maanden hebben we de problemen. Gaat het nu alleen over de energievoorziening? Nee, was het maar waar. We missen nog steeds een essentiële visie op die bestaanszekerheid. Want we hebben hier al jaren te maken dat de armste 25% van Nederland geen vermogen heeft. En geen vermogen betekent dat je niet een kapotte wasmachine kunt opvangen. Dat je niet de kleinste tegenslag kunt opvangen. We hebben al jaren geen politiek om de energiezekerheid zeker te stellen, de voedselzekerheid zeker te stellen, het onderwijs toekomstbestendig te maken of het functioneren van de overheid werkelijk te verbeteren. Wanneer krijgen we die wel? Want die visie, als we die hadden, dan hadden we de vraag kunnen beantwoorden of wij bepaalde industrieën nu ook echt overeind moeten gaan houden. Produceren ze zulke essentiële dingen dat ze misschien in de mottenballen moeten een paar maanden, maar dat ze, net zoals de KLM bij corona, alle vliegtuigen aan de grond, maar ze kunnen een paar maanden later wel weer vertrekken. We maken geen aluminium meer in Nederland, omdat we hier gewacht hebben. Wat zijn de essentiële zaken die deze crisis moeten overleven? Of gaan we aan de ene kant een hypothetisch debat voeren over onafhankelijkheid, grondstoffenstrategie, en aan de andere kant laten we onze productieve capaciteit schieten. Voorzitter, ik begrijp de ingreep. Ik begrijp dat je op het laatste moment wat voor burgers doet, want die bestaanszekerheid die staat onder grote druk met 17% inflatie. Maar nu is er een prijsplafond afgesproken met bijna een blanco cheque richting marktpartijen. Het is een hele rare ingreep. Want je garandeert het voor de burgers op een waarschijnlijk wel wat te hoog niveau. Maar als overheid heb ik niet gezien hoe we ervoor zorgen dat wij niet de miljardenwinsten van energiebedrijven gaan subsidiëren. En dat is een grote zorg. Gisteren kon je in Zeebrugge voor op de markt daar voor 60 cent een kuub gas kopen. In Nederland kost het vandaag rond de 1,50 euro. Omdat wij, en ik noem het maar even, ons gas winnen we 19 miljard kuub per jaar. Daarvan hebben we met lange termijn contracten 17,5 miljard kuub geëxporteerd. Maar 1,5 miljard kuub gebruiken we zelf. Waarom? We zijn energie we kunnen alle huishoudens van eigen gas voorzien met wat we in de Noord- en de Waddenzee winnen en nog een klein beetje in Groningen. Maar we doen het niet. En we hebben dan duur gas wat we uit het buitenland importeren. En de gasprijzen in Nederland zijn het hoogste van de hele Unie, terwijl we het meeste gas winnen. Dit is geld weggooien. Daarom wil ik weten, hoe zien die gascontracten eruit? Wat is de prijs die overeengekomen is? En waarom is bij een aantal van die gascontracten, volgens het jaarverslag van Gasterra, sprake van conflicten? Dus welke voorwaarden worden niet nagekomen? Graag een helder antwoord. Want kijk, dat gas, die 20 miljard kuub, die was op het hoogtepunt, toen het 3,50 euro was het 70 miljard waard. Nou, op dit moment lijkt het 1,50 euro te zijn, maar dan kun je het voor 30 miljard verkopen. Dat is ongeveer het geheel wat nodig is voor de energieprijscap. Dus ik wil weten, hoeveel blijft daarvan in de Nederlandse staat? We hebben een begin van een antwoord op, maar dat is een stuk minder dan die 30 miljard. Waar blijft de rest?
En hoe zorgen we ervoor dat het energieplafond geen subsidie-instrument wordt voor grote ondernemingen? En hoe zorgen we ervoor dat onze gasprijs weer daalt naar het Europees niveau? Want als je subsidieert, wil ik niet subsidiëren voor de hoge prijs die hier betaald wordt. Voorzitter, dan nog een paar korte vragen daarover. Collega's zijn er ook net over begonnen. Ik had vragen gesteld 2 weken geleden en ik heb u zien knikken. Bij het voorbeeld van die gehandicapte die 5000 kilowattuur nodig had. Omdat ze aan de zuurstof zit. Dat kan niet uit. Daar zou je nog kunnen zeggen dat niet via de zorgverzekeraar. Maar heel veel mensen in rolstoelen die gewoon warm moeten blijven. En toen zei het kabinet, nee, voor de algemene financiële beschouwing krijgt u antwoorden. Ik heb het net nog gecheckt, ik heb het de hele dag gevraagd, ook aan het begin. Die antwoorden zijn er niet. Waarom niet? Zo kan ik geen wetgeving maken. Dit gaat om een paar honderdduizend mensen. De volgende categorie zijn mensen met een blokverwarming. Dat is lekker ouderwets. En dat zijn oude flats vooral. Waar mensen met een laag inkomen wonen, waar 1 aansluiting is die het gehele complex verwarmt. Het is misschien niet super efficiënt, maar op dit moment vallen die niet onder de prijscap. Dat zijn de mensen die het hardst nodig hebben. Dat is dus geen klein groepje, dat is een grote groep die er keihard nodig heeft. Sorry dat ik u even onderbreek, maar uw vragen zijn net beantwoord, dus dan weet u dat. Een paar minuten geleden zijn de vragen van u beantwoord over het prijsplafond energie en de voorbeelden tijdens de APB. Ja. Kijk, voorzitter, ja. En dit is precies wat ik bedoel aan het begin van mijn betoog. Ik wil enige rust hebben en dingen kunnen lezen. Dat zou ik 5 minuten kunnen doen. En dan wil ik ook nog wat experts vragen, want u mag denken dat ik alles weet, maar dat is niet zo. En ja, maar dat hebben we wel nodig om wijze besluiten te nemen. Dus doe ons dit niet langer aan, zeg ik tegen het kabinet. Voorzitter, ik wil voor die mensen wil ik oplossingen zien. Maar belangrijker, en vandaag hebben we een voorbeeld gezien, wil ik een andere bestuurscultuur zien. Vandaag hebben we gezien met Remkes en ik ben het op een aantal punten echt niet met hem eens. Maar we zagen wel eindelijk een bestuurder die eerst met mensen gaat praten, dan niet een soort zorgakkoord sluit, maar gewoon zegt, iedereen gehoord hebbende, stel ik dit voor. Kabinet, ga dat ook eens doen. U zult niet elke dag applaus krijgen van alle oppositiepartijen, want als u van alle oppositiepartijen applaus krijgt, dan heeft u het verkeerd gedaan. Maar start alsjeblieft met regeren. Begin met het oplossen van problemen. Begin met een energiepolitiek. Begin met een politiek. En als u dan toch nog een voorbeeld wil hebben, voorzitter. We hebben nu 17% inflatie. Maar de vrijstellingen in de belastingen gaan maar met 5,6% omhoog. Zou het niet logischer zijn om er 17 van te maken? En hoe denkt de staatssecretaris vertrouwen van burgers te hebben als hij wel de wet overtreden heeft, de Hoge Raad dat zegt, maar de mensen met box 3 niet compenseert. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Wil je nog dat ik dat verspreid? Wat jij, ja, zal ik die even aan de bodem? Ja, ja, ik heb hem nou netjes geplakt. Dit ja, ik keer. Zie het. Maar ik kan hem ook. Dank u wel, meneer Omtzigt. We zorgen dat dit verspreid wordt onder de collega's en richting kabinet. En dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Kunnenhan. Gaat u gang. Dank u wel. Laat iets naar beneden. Dank u wel, voorzitter. In Nederland hebben we publieke schulden en private rijkdom. En onze private rijkdom is ongekend oneerlijk verdeeld. De eerste 10%